Een wereld waarin twee verschillende jonge mensen opgroeien. Nelleke wordt streng opgevoed in Amersfoort. Gerard is een doodgewone jongen die in een klein dorpje woont. De enige overeenkomst die ze hebben is dat ze hun eigen hart willen volgen. Hey Nel, wat ben je aan het maken? Oh, niets bijzonders. Laat het zien. Ik vind het echt gaaf, man. Het is hier niks. Jawel, ik vind het hartstikke mooi. En weet je, ik ga volgend jaar naar de kunstacademie. Ja? En jij zou ook mee moeten gaan met mij. Weet je, het is leuk en gezellig. En we kunnen samen tekenen. Nou, ik weet niet of het wel wil, hoor. Oh, als je dat kan. Mooi. Tuurlijk kan het. Ga gewoon naar de kunstacademie. Yo, kom binnen hoor. Hey, kom even thee brengen. Oh, chill. Hoe gaat het met het schoolwerk? Ja. Ja, het gaat eigenlijk niet zo goed. Ik zie niet meer zitten allemaal. Ik ga gewoon verrot, joh. Kom je niet uit? Misschien ga ik wel stoppen hoor, weet je. Ja, ga je stoppen? Misschien. Ja, ik vind het lastig. Dus niet, ja. Het is jouw keuze. Ja, het lukt gewoon echt niet. Ja. Dankjewel. Nou, succes. Goedemiddag. Dag Nelleke. Hallo. Ik ga door. Jouw hoor. Ik had toch een schat van een dochter, hè? Nou, weet je wat ik nu gehoord heb? Van de buurvrouw? Wat heb je gehoord? Ze zegt dat Nelleke naar de kunstacademie wil. Nelleke naar de kunstacademie? Daar ben ik het echt absoluut niet mee eens. Van wie zei dat? Ja, de buurvrouw. Ja, van hiernaast. Belachelijk. Nou, dan gaan we er wel op aanspreken. Dat vind ik absoluut niet... Nou, ik was het er ook niet mee eens. Nee, ik kon er helemaal niks van in. Ze gaat de huisartsschool doen. Dat weet ik zeker. We hebben het er nog wel eens over. Dat sowieso. Gerard, wil je even naar voren komen? Ik heb de laatste toetsdagen gegeven, maar de volgende keer is het wel verstandig dat je beter gaat leren, want je hebt nu weer een 3. Misschien moet je toch iets van bijles nemen, want zo ga je dit jaar echt niet halen. En ik weet niet of je dan ook wel je diploma kunt halen op deze school. Dus hoe ga je hiermee verder? Ik wil nooit meer iets horen over een kunstacademie. Je gaat naar de huisartsschool. Heb je het goed begrepen? Ja. Denk ik wel. Hoi. Hey. Ja, maar ik ga stoppen met school hoor. Ik sta naar het rapport kijken, joh. Ik ben helemaal klaar met school. Ga wel een baas zoeken of zo hoor. Nou ja, als jij denkt dat het beste is voor een jongen, dan moet je dat maar doen. Het is jouw leven, jouw keuze. Ja, ik ga in ieder geval stoppen. Oké. Okay. Nou, ik ga naar mijn werk. Ik ben tegen 7 of zo ben ik thuis. Ja. Ja? Zeg, wat doen we nu met Nelleke? Het lijkt me duidelijk, toch? Die gaat gewoon naar de huisartsschool. Heel simpel. Ja. Ik bedoel, alle vrouwen gaan daar naartoe. Daar leer je tenminste wat nuttigs. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Gaat gewoon gebeuren. Zo. Ja, zeker. Okay. Nou, dat ziet er goed uit, hoor. Volgende week kan je beginnen. Echt? Ja. Mijn man super. Zal je dan inwerken en het contract ligt open. Helemaal ja? Goed. Dank je wel. Tot volgende week. Ja.
sukkel. Stomme kerkganger.